Het grootste gedeelte water van drinken, dat is gewoon hartstikke gezond. Op de Jacobussen School in Valburg werd in het kader van Nationale Kraanwaterdag een watertap geopend. Nou, het is heel erg belangrijk om watertappunten op de scholen te hebben. Want ja, kijk, onze kinderen zijn natuurlijk goed in beweging. En dan is het heel belangrijk als ze water drinken in plaats van frisdranken. De wethouder wil dat er nog veel meer watertappunten komen dan er nu al zijn. Nou, wij willen eigenlijk dat op alle scholen inderdaad een watertappunt zou komen. Dit is de tweede school in onze gemeente, dus we hebben er nog 20 te gaan. En dat is heel belangrijk dat dan het water ook direct makkelijk bereikbaar is voor de kinderen. Ze kunnen gewoon even met de bidon eventjes het water bijvullen. En dan is het gewoon heel erg belangrijk. De gemeente probeert op allerlei manieren de aandacht te vestigen op meer water drinken. Nou ja, dat doen we onder andere door natuurlijk heel veel voorlichting erover te geven. Natuurlijk het onderwijs en de leraren, leerkrachten doen dat zelf ook al. En wij doen dat op allerlei manieren via onze buurtsportcoaches die we in de gemeente hebben. Dat is Over Beter Beweegt. Dat we ook de scholen afgaan om daar ook zeg maar, het belang van water, goed water drinken, bij de kinderen inderdaad goed onder de aandacht te brengen. Het voedingscentrum adviseert om 1,5 liter water per dag te drinken. Houdt de wethouder zichzelf aan dat advies? Ja, ik drink zelf heel veel water. Maar ik wissel het ook wel eens af met frisdrank. Maar goed, je hebt 1,5 liter water minimaal per dag nodig. En als je dan daar het grootste gedeelte water van drinkt, dat is gewoon hartstikke gezond.